Nou, zijn er nog grote projecten die aan gaan komen? Onder andere de verbouwing van Boijmans van Beuningen. Wordt er nu een nieuw beleid gemaakt dat dit soort fouten niet meer gemaakt kunnen worden? Nee, wat we wel met elkaar zeggen is, kijk heel goed naar bezint eer gebegint. Dus waar zit je in? Maak het niet te complex. Op veel terreinen zie je wel rode draden van contracten met het AVR of lang vooruitkijken zonder dat je er nog aan kan komen. Denk, dat is wel iets te, misschien te naïef om te denken dat je dat allemaal vast wil prikken. Dus reduceer de ingewikkeldheid, doe meer dingen samen en dat zijn denk ik een paar lessen die we trekken. Niet meer ergens instappen als de financiering eigenlijk nog niet rond is. Nee, of met z'n allen zeggen dat weten we. Kijk, deze stad is ook groot geworden met een nieuwe waterweg en de Kop van Zuid en de stadsvernieuwing is hier uitgevonden. Als we dat allemaal niet gedaan hadden, dan had de stad er anders uitgezien. Dus nee, zonder risico gaat het niet. Maar tegelijkertijd dat je daar heel goed naar kijkt, wie draagt de risico's, zijn ze voldoende gespreid, zijn ze voldoende afgewogen en blijf je dat ook doen tijdens de rit, dat kan echt beter.